heel pakhuis vol piepschuim. Verpakkingsmaterialen, bakken, kisten, isolatieplaten, noem het maar op. Het is licht, het kan tegen een stootje, het isoleert goed. Je kan het ook nog eens een keer recyclen. Maar hoe maak je piepschuim? En wat heeft dat met popcorn te maken? Piepschuim begint bij deze vloeistof, styreen. Het is een kunststof gemaakt van aardolie. En wat er zo bijzonder aan is, is als je dit in het water giet, dan mengt het dus niet. Integendeel, er ontstaan als je gaat roeren allemaal kleine balletjes, korreltjes. Kijk maar. Ja, kijk. En dan komt dus het hele popcornverhaal om de hoek kijken. Als je deze balletjes vervolgens weer opwarmt met hete stoom, zetten ze heel snel uit en zuigen ze zich helemaal vol met lucht. Ze poppen eigenlijk, net als popcorn. Daarom worden deze balletjes ook wel airpop genoemd. Oh, dat gaat overstromen. Zo'n balletje bestaat uit 98% lucht. Het is dus eigenlijk gewoon gevangen lucht. Die styreenkorrels worden hier kant-en-klaar aangeleverd in dozen. En vervolgens worden ze 2 keer gepopt. Ze worden beetje bij beetje in deze grote stoomketel losgelaten. En vervolgens gaat er heel veel hete lucht doorheen. En zie je dat de korreltjes groter worden. Ze gaan expanderen. Deze kleine korreltjes gaan erin. Zo. En deze komen eruit. De kleine korreltjes die worden opgeblazen tot balletjes die al 40 of 50 keer zo groot worden. In deze machine worden de balletjes gevormd tot producten. En in dit geval zijn het de vloerisolatiedelen. Via doorzichtige buizen worden de balletjes op verschillende plekken een mal ingeblazen. Vervolgens blaast de machine er hele hete stoom in. Daardoor zetten de balletjes nog een klein beetje uit en vormen ze zich naar de mal. Bovendien blijven de balletjes door de druk en de warmte aan elkaar plakken. Airpop. En in dit geval zijn het vloerisolatiedelen. Maar ja, dit kunnen dus net zo goed kweekbakken, beschermhoesen of garnalenkistjes zijn. Ja, het hangt er maar net vanaf wat voor mal je in die machine stopt. Het mooie is dus dat dit magazijn voor 98% uit lucht bestaat. Mooie handel hoor, voor piepschuim.